Nachtmerries over langer doorwerken. Goedendag, dit is DFT Vandaag. Nederlanders willen eerder stoppen met werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Bij ons in de studio Henriette Raap van Wijzer in Geldzaken. En dat is de organisatie die samen met DFT de pensioendriedaagse organiseert. Ja, over dat onderzoek. Hoe groot is het en wat zijn de belangrijkste conclusies? We hebben 1000 Nederlanders van 55 plus gevraagd hoe zij aankijken tegen langer doorwerken en hun AOW-leeftijd. En dan blijkt dat de meeste mensen toch het liefst niet door willen werken tot hun AOW-leeftijd en eerder willen stoppen. En als je ze dan vraagt, weet je wanneer je AOW krijgt, dan is ook nog een hele grote groep die dat niet eens weet. Oké. Ja, laten we eerst even ingaan op dat eerder stoppen met werken. Die wens is er dus. Maar waar lopen mensen nou tegenaan? Ja, mensen willen in gesprek met hun werkgevers. Ze merken dat ze, dat gebeurt nog veel te weinig. Mensen willen dat wel. Als je 55 bent, dan heb je nog 13 jaar tot je AOW. En dus het is heel belangrijk om samen met je werkgever te kijken hoe je die komende 13 jaar in je carrière gaat invullen. Ga je hetzelfde werk blijven doen? Laat je je omscholen? Dat vinden mensen overigens heel eng. Mensen willen zich liever niet laten omscholen. Dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat daar ook werkgevers hen daarbij moeten helpen. En we weten ook dat als mensen, als ze eenmaal zover zijn, rond de 55 is gaan kijken naar hoe ziet mijn financiële situatie er nou in het geheel uit. Samen met een deskundige, vaak kan de werkgever die hen aan aanreiken, dan blijkt dat er eigenlijk veel meer mogelijk is. En dat ze misschien toch al wel wat eerder dan hun AOW-leeftijd een dag minder kunnen gaan werken. Ja, en hoe komt het dat er veel mogelijk is? Sparen we zoveel in Nederland? Ja, nou, we sparen veel. We hebben niet altijd goed zicht op onze financiën. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Mensen steken nog te veel hun kop in het zand. En zijn heel erg zekerheidszoekend. Mm-hmm. Terwijl als je er met een expert naar kijkt en een goed plan maakt, dan is er misschien toch wel meer mogelijk dan mensen denken. Ja, dus denk er goed over na. Praat erover met experts. En als we het hebben over de rol van de werkgever, kan die dat ook meer oppakken en meer benadrukken? Ja, zeker. Werkgever heeft een hele grote rol in deze. Mensen van 55 moeten nog 13 jaar mee. De werkgever wil denk ik ook dat die fit en gezond de komende 13 jaar blijft werken. Dat betekent dat je dus samen moet kijken, het werk wat ik nu doe, is dat nog haalbaar? Of zijn er ook andere dingen die ik kan doen? En hoe kan mijn werkgever me daarbij werken? Dus daar ligt bij helpen. Ja, dus ja, daar ligt echt een rol voor de werkgevers. En nog even heel kort hierover. Je zei veel mensen weten niet wanneer je dan met pensioen kan. Dat is volgens mij wel makkelijk te zien, hè? Ja, je gaat naar jouwaowleeftijd.nl en je vult daar je geboortedatum in en dan weet je het. Oké. Zo simpel is dat. Ik geloof dat ik op 70 jaar en 6 maanden uitkwam. Ja, en ik 70 en 3 maanden, dus wij moeten nog even. Ja. En gisteravond was de aftrap van die pensioendriedaagse in ons eigen Telegraafgebouw. En sinds vanmorgen staat er op Utrecht Centraal een speciale pensioen pop-up store. Laten we even kort kijken naar een overzichtje van alle activiteiten. De pensioendriedaagse is ontzettend belangrijk om bij al die Nederlanders die pensioen opbouwen bij pensioenfondsen duidelijk te maken wat dat voor hen betekent. Heel erg laagdrempelig, want gemiddelde pensioen bij ABP is €700. Nou, en wij willen graag met de Telegraaf en met alle andere betrokkenen eraan werken om pensioen beter begrijpelijk te maken voor de mensen. Als je die kant al een beetje uit begint te gaan, dan is het altijd goed om je er ook eens in te verdiepen. Het wordt op zich steeds lastiger en meestal is in het begin de ver van je bed show. En het is toch wel belangrijk straks een stukje pensioen. Mijn ouders zijn nog niet zo oud dat ze gepensioneerd zijn, maar mijn ouders zijn wel gescheiden. Daar moeten ze wel dan opletten, ja. Ja, deze jongen die had het over zijn ouders die gescheiden zijn. Dat is wel een belangrijk thema, hè, bij pensioenopbouw. Ja, eigenlijk is pensioen het meest vergeten onderwerp bij scheiding. En dat snap ik ook wel, want als je eenmaal in een scheiding terechtkomt, dan heb je zoveel zaken te regelen. Los van de emotie moet je zorgen, hoe doe je het met het huis, hoe doe je het met de kinderen, hoe zorg je dat ik nu mijn financiën rondkrijg. Maar ook pensioen is een heel belangrijk onderdeel. Je hebt in principe recht op de helft van het opgebouwde pensioen van je partner tijdens het huwelijk, als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent.
En om dat recht te krijgen moet je daarover een afspraak opschrijven in het convenant wat je moet maken als je gaat scheiden. Nou, je hoort het al, heel veel dingen moet je regelen. En als je het dan hebt opgeschreven in dat convenant, dan is het nog niet klaar. En dat vergeet eigenlijk bijna iedereen. Dan moet je nog met een formulier dat je op rijksoverheid.nl vindt naar alle pensioenfondsen waar je pensioen hebt opgebouwd tijdens het huwelijk sturen wat jouw afspraken zijn. En dan pas wordt het geregeld. En dat nog binnen 2 jaar na de scheiding. En als je dat niet binnen 2 jaar doet? Dan wordt het in principe niet geregeld. En dan betekent het dat jij dus niet het pensioen van je partner krijgt uitgekeerd van het pensioenfonds. Je behoudt het recht. Dus je kunt nog steeds via de rechter afdwingen dat jij een gedeelte van dat pensioen krijgt. Maar dan moet jouw partner het aan jou overmaken. En het is niet voor niks, of jouw ex-partner, het is niet voor niks je ex-partner. Dus je kan het beter goed regelen dat het gewoon automatisch gaat. Ja, dus denk aan je pensioen als je gaat scheiden. Ja. Ook al staat je hoofd er op dat moment niet naar. Zeker. Overigens is er vandaag ook nog nieuws naar buiten gekomen dat er toch veel scheidingen zijn bij politieagenten. Ik hoorde 25% van de politieagenten gaat scheiden. Nou, op zich is dat nog steeds onder het landelijk gemiddelde, want helaas strandt 1 op de 3 huwelijken. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat agenten hebben een stressvolle baan, ook met veel wisselende diensten. En dat kan natuurlijk een wissel trekken op je relatie. Wel heel verdrietig dat dat tot echtscheiding leidt. Eigenlijk voor iedereen die nu nog gelukkig in zijn relatie is, zou ik zeggen, maak in ieder geval nu vast goede afspraken met elkaar over de financiën. Mocht het dan toch ooit zo ver komen, dan kun je het dan makkelijker goed regelen. Voorbereid, ja. En nog eventjes tot slot, wat kunnen we allemaal nog verwachten tijdens de pensioen driedaagse? Ja, we hebben deze week een helpdesk samen met de Telegraaf. Mensen kunnen vragen insturen en die beantwoorden experts. We hebben allemaal evenementen in het land. Heel veel werkgevers organiseren pensioenlunches. En ik geef ook nog 3 tips. En die komen deze 3 dagen op telegraaf.nl. Oké, Henriette Raap, dank je wel voor je toelichting. En dit was DFT vandaag. Meer op dft.nl dus. En tot snel.